Emea 01 heeft simulatie lokaal. Welke ziektes worden overgedragen door muggen? En kathedraal is nu pauselijke kerk. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending. Op school leren hoe het in de werkelijkheid aan toe gaat in het bedrijfsleven. Dat is vanaf nu mogelijk op het Emea 01 op Geersvlei. Vandaag vond de opening plaats van het eerste simulatielokaal op deze school. De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Ashwin Adin en de directeur van Onderwijs Patrick Perneu waren aanwezig bij de opening van dit nieuwe lokaal. Na verschillende toespraken vond de officiële opening plaats met het doorknippen van de lint. Het is de bedoeling dat we een stukje praktijk terugbrengen naar de school, waarbij de studenten aangeleerd zal worden van hoe het allemaal, hoe processen binnen een bedrijf plaatsvinden. Denk maar aan de secretaresse, aan de werkzaamheden van een secretaresse, wat ze allemaal moet doen. Denk maar aan een boekhouder, denk maar aan de marketeers, mensen die in de toerisme sector werken. Dus dat alles gaan we dan proberen te simuleren in zo'n lokaal. Simuleren wil niets anders zeggen dat we gaan nadoen, dus wat eigenlijk in het echt plaatsvindt in een bedrijf, dat gaan we op school proberen na te doen. Het is bestemd voor de studenten die vorig jaar zijn begonnen met IMEA-overnieuwing. Dus het is niet voor de studenten die in de oude structuur zitten. Ik vind dat ook een goed idee, omdat als je nu in het bedrijfsleven stapt, is het nu niet meer met alles dat er met handmatig wordt geschreven en zo. Dus nu is dat even invoeren, pap, en alles heb je al voor je scherm. Ik vind het belangrijk, omdat dit lokaal ons verdere mogelijkheden kunnen bieden om ons verder in het maatschappij beter te kunnen ontplooien. Het betekent heel veel voor ons, want voordat we in het beroepsleven gaan, zelf gaan om te gaan werken, hebben we al stukken ervaringen op school zelf. En dat hebben we te danken aan de minister en de directeur natuurlijk. De kinderen zijn heel blij met dit nieuwe lokaal en zullen er flink gebruik van maken. Het ministerie werkt eraan om op alle MAO-scholen zo'n simulatielokaal te bouwen. Het 8 december strafproces is na 2 jaar weer hervat. De hervatting zou vandaag moeten gaan om een van de verdachten, Edgar Rietveld. Familie, nabestaanden en andere geïnteresseerden zijn aanwezig in de rechtszaal op Boksel. Na lang wachten is het proces eindelijk begonnen. Edgar Rietveld is een van de verdachten van het 8 december strafproces. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op 15 personen op 8 december 1982. Maar de oud-militair heeft altijd aangegeven dat hij onschuldig is. 2 jaar geleden, toen de amnestiewet werd aangenomen, was Rietveld teleurgesteld. Met deze wet hoeven personen die een misdaad hebben begaan niet in de gevangenis te zitten. Edgar Rietveld wilde zijn onschuld bewijzen door de uitspraak van de rechter. Dus vroeg hij de hoogste rechter van het land, het Hof van Justitie, om zijn rechtszaak door te laten gaan. Want Edgar Rietveld wil geen amnestie. Nee, ik wil helemaal geen amnestie. Ik kan me nog herinneren, kort voor de aanhouding van de amnestie heb ik het heel bekendbaar gemaakt. Ik ben namelijk valselijk beschuldigd, hè. En ik wil hebben dat de samenleving toch wel moet weten dat ik nog onschuldig ben. Vandaar dat ik zeg van, ik wil geen amnestie. Men moet met duidelijke bewijzen komen. Er moet een uitspraak komen. En ik wil hebben dat mijn naam verzuiverd wordt. Dat is alles. En ik ga mijn recht ook zoeken en ik ben er zeker van dat ik het ga vinden. Voor nabestaanden is deze zitting belangrijk. Ze hebben hierdoor de ruimte gekregen om aan de krijgsraad te vragen of zij zich kunnen voegen in deze rechtszaak. Nou, wij spreken over mengen, omdat we die term ontleend hebben aan artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat mengen betekent, volgens de jurisprudentie die op dat verdrag gegeven is, dat nabestaanden mogen bijdragen aan het leveren van het bewijs, dat nabestaanden zich mogen uitspreken over proceshandelingen die verricht worden, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van de amnestiewet,
dat nabestaanden of slachtoffers zich over al die zaken mogen uitspreken. Dat gaat dus via de advocaten, met andere woorden, dat als wij informatie hebben, als wij op basis van onderzoek argumenten via onze raadslieden naar voren brengen, dat dat dus meegenomen wordt in de beoordeling en veroordeling van de verdachte. Dus daar gaat het om, dat wij proberen om zoveel als mogelijk informatie te presenteren, zodat men op een objectieve manier, zodat men op een eerlijke manier en op basis van veel informatie, ja, dat ze dus een besluit kunnen nemen. De advocaten van de nabestaanden hebben ook gevraagd dat de krijgsraad niet alleen de zaak van Rietveld heropent, maar ook die van de andere verdachten. Ja, wij hebben ook in het aanvullend verzoekschrift hebben we daar uitdrukkelijk op gewezen dat we menen dat er in het, op grond van het vonnis van het Hof van Justitie van 27 januari van dit jaar, er alle gronden aanwezig zijn om op basis van dat vonnis de schorsing in de andere zaken ook op te heffen. En wij hopen dat dat zal gebeuren. Maar we gaan daarvoor speciaal weer een nieuw verzoek richten. U weet, papier is geduldig, dus het verzoek komt heel binnenkort. Ook een hernieuwd verzoek om ook in die zaken ons te mogen mengen. Het Openbaar Ministerie dat zorgt voor het opsporen en vervolgen van misdrijven is het niet eens met dit verzoek van de advocaten. De auditeur militair wil wel dat de nabestaanden meer inbreng hebben in het proces, maar dan moet het in de wet staan. En volgens hem is dat niet zo. Daarover gaat de krijgsraad nu nadenken. Op 28 juli wordt het 8 december strafproces verder voortgezet. Dengue, malaria en filaria. Allemaal ziektes die jij kan oplopen door een muskietenbeet. Vandaag is het Wereldgezondheidsdag en het thema van dit jaar is Small Bite, Big Threat. En dat betekent een kleine beet, maar een groot gevaar. Over de hele wereld wordt stilgestaan bij ziektes die worden overgedragen door muskieten. Vooral in tropische landen leven muskieten die ziektes met zich meedragen langer. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, houdt zich in Suriname bezig met het voorkomen en bestrijden van deze muskieten. In de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit werd vandaag een expositie gehouden waar iedereen die meer hierover wilde weten terecht kon. Het thema is aandacht voor vectorborne diseases. Dat wil zeggen alle ziekten die door een vector, zij heet het insect, meestal is het een insect, worden overgebracht. Dat wij, en die in Suriname voorkomen, dat wij daar aandacht aan geven. En een heel goed voorbeeld is malaria. Malaria, dengue ook. En ook bilharzia. In Suriname komt de malaria-muskiet alleen nog voor in het binnenland waar goud gewonnen wordt, terwijl dengue voorkomt in de bewoonde gebieden. Gelukkig weten de kinderen zich hier goed tegen te beschermen. Ze zijn gewoon gevaarlijk, dus daarom moet je je omgeving schoonmaken en voorzichtig zijn. Je plaats waar je woont moet gewoon schoon zijn. Je kan jezelf beschermen door kraanboe, elke dag schoon water verplanten, het dak goed schoonmaken, geen kuppen op het erf zetten, geen petflessen. Als je water thuis ziet, kan je het weggooien. En banden moet je het verbranden of weggooien in het bos. 1. Je zorgt ervoor dat de muskietje niet steekt. Dus zoals we dat altijd al bekendmaken, de kleding die je draagt, lange mouw, lange broek, in de schemering, zo min mogelijk buiten zijn. Onder een klamboe slapen of jezelf insmeren tegen insectenbeten is het veiligst. Door het verbranden van muskietenkaars of veep kan je ziek worden van de rook die vrijkomt. Het beste is om alle bakken rondom je huis op te ruimen, want zo voorkom je broedplaatsen van de muskieten. En daar heb je minder last van ze. Na veel voorbereidingen en oefeningen was zondag de grote dag aangebroken. De Sint-Petrus- en Paulus-kathedraal is verheven tot basiliek. Naast Peru, Ecuador en Venezuela is Suriname het vierde land in Zuid-Amerika met een basiliek. Voor deze speciale gebeurtenis waren ook bisschoppen uit andere landen op bezoek. Die liepen allemaal mee in de speciale optocht. Ik vond de stoet mooi, omdat verschillende paters zo, hun kleding en zo. Dat is mooi, die is een hele loop.
Dat was echt mooi. En vooral die grote paraplu was zo aantrekkelijk. Het is een eeuwenoud gebruik dat wanneer een kathedraal verheven wordt tot een basiliek, deze een grote paraplu en een gouden staf met belletjes krijgt. Dit zijn de symbolen van een basiliek en worden gebruikt wanneer de paus het land bezoekt. De paraplu is om hem te beschermen tegen de zon en de regen en om zijn aanwezigheid feestelijk te maken. Met de staf en het belletje wordt de komst van de paus aangekondigd. Tijdens de hoogmis gaan de priesters naar buiten om de nieuwe naam en symboolbordjes op de kathedraal te onthullen. Daarna worden veel toespraken gehouden en liederen gezongen. De kathedraal is nu officieel een basiliek. Ik denk dat het een basiliek is, omdat de kathedraal mooi is. Ik weet niet wat een basiliek is, ik heb geen idee. Ik denk dat ze de kathedraal een basiliek hebben genoemd, omdat de kathedraal misschien is de basiliek een hogere naam voor de kathedraal. Vandaag is dus onze Sint-Petrus en Paulus-kathedraal heeft die hoogste eretitel gekregen die de paus kan geven aan een katholiek kerkgebouw. En dat is de titel van basiliek. Het is nu ook een pauselijke kerk geworden. Het wapen van het Vaticaan staat vanaf nu bij de bovendeur van de kathedraal. Een bijzonder gebouw met een bijzondere zegen die de paus aan gegeven heeft. Nou, ik voel me nu ontspannen. Het begin was spannend. Met ook met Conopeum, hoe dat naar binnen ging. En toen uiteindelijk alles gezegend was en de dienst gewoon verder kon gaan, toen viel het van mijn schouders af. Na de mis was er gelegenheid voor alle aanwezigen om de bisschoppen en priesters te feliciteren. De basiliek wordt ook de pauselijke kerk genoemd. Nu bestaat de kans dat de paus ook een keer Suriname bezoekt. En dat was het dan voor vanavond. We zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Bye bye!